Goedemorgen, we zijn hier bij Hans Omen en Geert Ruidenberg, die eigenlijk allerlei verzamelingen heeft. En we beginnen met de verzameling speeldozen. Verzamel vanaf mijn 15e, 16e, zeg maar. Ja, dus dat, alleen je ziet, de kast is er speciaal voor gemaakt. Toen we hier kwamen wonen, want eerst stonden ze allemaal op de piano en dat was natuurlijk enorm stoffig. En soms denk ik nog wel eens van, eigenlijk zou ik er meer willen hebben, maar het wordt moeilijk om ze ook ergens een plaatje te geven. En is dat begonnen met een schoolreisje of zo? Nee, dat is begonnen met een vakantie in Zwitserland. Dus zoals je wel zult weten, ben ik een erge liefhebber van Zwitserland en daar heb ik veel op vakantie geweest. En dus zodoende dat ik daar eigenlijk is mijn liefde begonnen. Ja. En toen ging je met je ouders mee? En toen ging ik met mijn ouders mee. En later ben ik eigenlijk, ik heb natuurlijk altijd muziek gespeeld. Dus dat muziek speelt wel een rol in mijn leven. Ja. En toen later ben ik dus deze verder gaan verzamelen. En mijn grote wens is nog ooit eens om een grote echte speeldoos te hebben. Die je dan ook kunt doen met een soort metalen platen erop. Ja. En in mijn vorige museum waar ik werkte in Schijndel, daar was een vrijwilligster, die had zo'n doos. En die mochten we dan altijd met onze kerstviering lenen. En dat gaf een hele aparte sfeer als iedereen naar binnen kwam en je hoorde van die mooie muziek, zeg maar, net als deze. Dus een oer-Hollands tafereeltje, tulpen uit Amsterdam, met het Dellersblauw wat zo geliefd is bij Amerikaanse toeristen. Dit is een reuze speeldoos. Een echt Zwitsers fabrikaat, komt uit Zermatt en is de Rolls Royce onder de speeldozen. Is ook de duurste uit de hele collectie. En je hoort hier een liedje uit de Bloemenwals, volgens mij, van Tchaikovsky. Dit is Schloss Neuschwanstein in Zuid-Duitsland, het slot van koning Ludwig van Beieren. De sprookjeskoning. En waar op dit kasteel is ook het kasteel van Disney World geïnspireerd. Edelweiss, ja. Dat is echt edelweiss, ja. Komt ook uit Zermatt. Want Zwitserland is natuurlijk wel het land van de speeldozen. Mm. My doggy in the window. Oh. Nou, dit is nog de laatste, geïnspireerd om Var Berger. Ik krijg hem niet aan de gang. Maar wel grappig, een soort juwelendoosje. Deze komt uit Italië, uit het Lago Maggiore. Daar heb ik hem gekocht. En ik had zelf eigenlijk niet eens in de gaten dat het een speeldoos was, totdat ik hem openmaakte en zag dat daar dus inderdaad ook een mechaniekje in zat. Dus, ja. Een opwindmechaniekje, ja. Dus dat. De traditionele. Nou, Hans, jij vertelt wat? Ik vertel wat. Deze puddingvormen, dat is begonnen ooit met eentje. En die vond ik wel erg leuk, omdat ik ook wat ragout-servies heb verzameld een hele tijd. En toen dacht ik, puddingvorm is leuk. En dan ga je verder zoeken en snuffelen. En dat is eigenlijk het leuke van verzamelen. Niet zozeer het bezit ervan, maar als je op een brokantenmarkt of een antiekmarkt of waar je ook bent, om dan te kijken dat je nog iets nieuws erbij kunt hebben. Dus deze zijn in de loop der jaren allemaal verzameld. Maar wat ik net al vertelde, deze verzameling mag ik niet meer uitbreiden, omdat deze hangen in onze keuken. En de muren zijn vol. En het is toch wordt vettig in de keuken. Dus af en toe moet het ook gewoon schoongemaakt worden. Dat is nu, deze zijn schoongemaakt. Maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, het is nu klaar. En ik ga wat anders doen. Je hebt altijd dozen bij de. Ja. Dit zijn twee boekenleggers die mij zeer dierbaar zijn. De gekloste boekenlegger is geklost door mijn achternicht Mariette. Een van de weinige familieleden die ik nog heb. Dus ik ben heel blij dat ze die voor mij gemaakt heeft. En daarom zit hij ook in een lijstje, omdat ik hem heel erg koester en er heel erg zuinig op wil zijn. Deze andere boekenlegger is een gestoken leren boekenlegger. Een tante van Mariette heeft die gemaakt. Dat was dus ook een familielid van mij. En deze twee, die hebben voor mij bijzondere betekenis. Maar wel leuk dat ze nou een keer in Oosterhout in het museum tentoongesteld worden. Want beide
woonden en kwamen uit Oosterhout. Dit is dus ruim 50 jaar verzamelen. In het huis van Agatha Christie, in dus Devon, waar we geweest zijn. En dat was een wens van mij om daar een keer naartoe te gaan. Nou ja, en dan als een soort souvenir neem ik een boekenlegger mee natuurlijk. Dus heel veel boekenleggers zijn door mij verzameld op vakanties en op reizen. En eigenlijk in Engeland ben ik ooit begonnen met zo'n boekenlegger. Want te leren boekenleggers, dus zo bedrukt, dat is typisch Engels. Dus de anderen zijn allemaal uit andere landen, maar in Engeland vind je overal dit soort boekenleggers. Dat is een boekenlegger die is speciaal gemaakt door een van de dames van het handwerkcafé uit Hoes. En Riet Kruidbos. En ik vond het heel erg lief dat zij die voor mij gemaakt heeft. En daar staan dus een aantal bijzondere jaartallen in. En ja, nogmaals, dat zijn de leuke dingen. En een boekenlegger is natuurlijk prima voor mensen om te maken, om te geven. Het is niet duur. Maar je doet er een ander wel een geweldig plezier mee.